Ik ben al in veel grote steden geweest op deze wereld. De grootste zijn New York, Londen en Los Angeles. Stuk voor stuk prachtige steden met een eigen karakter. Iedere stad met een eigen cultuur, een uitgebreid uitgaansleven en op iedere straathoek gebeurt wel wat. Toch is er iets wat ik in al deze steden mis. Rust. Dit is het huis waar ik ben opgegroeid. Iedereen vindt het een prachtig huis, alleen is er toch wel één nadeel. Het staat in Drenthe. Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein. En dan kom je eerst door Meppel, dat is de eerste stad volgens mij in Drenthe. Dan gaat de trein heel langzaam rijden, omdat ze eigenlijk daar nog niet gewend zijn aan de snelheden van het moderne verkeer. Dus dan loopt een man met een rode vlag voor de trein, tot je Meppel door bent. Dan gaat hij iets harder rijden en dan kijk je plotseling, onverwacht, kijk je in de oostelijke richting. Dan denk je, grote god, we zijn verkeerd afgeslagen, we zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan, zie je gebochelde boeren met grote puisten, die manke ezels voortdrijven met karren met stroopbalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert. Maar is Drenthe dan echt zo'n verschrikkelijke provincie waar iedereen nog op klompen loopt en elke ochtend de koeien melkt? Of is dat alleen een stereotype beeld dat de Westerlingen van ons hebben? Wij zijn dan boers en dom. En, dit zijn ook vooroordelen hoor. Lang niet iedereen in het Westen denkt daar natuurlijk zo over. Toch wel een groot aantal in mijn ogen. Ja, en dat komt dus toch denk ik door de media, door de beelden die er verspreid worden, door de verhalen die er... Ga voor degene eens naar YouTube, typ Drenthe is in. En dan zie je de nieuwsitems van westerse media die over ons berichten. Nou, dat is louter negatief. Het gaat alleen maar over de slechte kanten van Drenthe. Veel in ieder geval. Robert Oosting is 24 jaar oud en is net als ik geboren en getogen in Drenthe. Robert is ontzettend trots op zijn provincie. Ik vind Drenthe de mooiste provincie die er is. Net als Vincent van Gogh, Rembrandt. Drenthe is voor mij een soort oase van rust in hectiek, zeg maar. Ik denk dat er heel veel provincies zijn waar je wel rust kunt vinden. Alleen in Drenthe, die heeft zijn eigen karakteristieke dingen. Wij hebben bijvoorbeeld 3 grote natuurparken. En van oudsher is Drenthe een provincie met maar 3 toegangswegen. 1 bij Meppel, 1 bij Coevorden en 1 bij Groningen. Wij hebben altijd heel erg op onszelf geleefd. Dus de natuur is in mijn ogen hier ook vrij onaangetast. En ik denk dat in heel veel andere provincies niet zo is. Dat het meer handmade is, zeg maar. Dus meer door de mensen gereguleerd. En ik denk dat het hier, misschien ook wel door geld hoor, dat er weinig geld voor is. Dat de dingen hier wat aan het lot worden overgelaten, zeg maar. En die status hebben we wel. We zijn van origine een beetje een mysterieuze provincie. Heel veel mensen die weten ook helemaal niet dat Drenthe onderdeel van Nederland is, als ik er met ze over praat. En ik denk dat ook maakt dat wij... een beetje zo'n status hebben van ja, ik zou er niet een ander woord voor kunnen verzinnen dan Drenthe. Wie ook veel over het Drentse landschap kan vertellen is Annelies van der Groot. Zij maakt het tijdschrift Noorderbreedte, wat gaat over het landschap van Noord-Nederland. Nou, ons tijdschrift gaat over hoe wij omgaan met het landschap. Drenthe heeft natuurlijk een heel bijzonder landschap, eigenlijk wel uniek in Nederland, hè, met grote heidegebieden, bossen. Met daarin veel cultuurhistorische monumenten. Dus er valt heel veel te schrijven over Drenthe. De Hunebedden zijn natuurlijk ook prachtig erfgoed. Hè? Dat is nergens anders in Nederland. Groningen heeft er 1 en de rest is allemaal in Drenthe. Dus dat maakt het een hele bijzondere provincie. Maar Drenthe heeft nog veel meer te bieden aan cultuur. En dat gaat dan om hele oude geschiedenis, dat zijn de Hunebedden, maar ook om wat recentere geschiedenis, namelijk de ontginningen in het veen, de ontginningen van de heidegebieden. Dat is ook een hele bijzondere geschiedenis en nou, daar zou Drenthe misschien zelfs wel wat meer mee kunnen doen. Ook Annelies merkt dat er een negatief stereotype op Drenthe rust. Je ziet nu dat Drenthe een beetje negatief in het nieuws komt door mensen die zeggen, nou, Drenthe zijn misschien wat dommer dan de rest van Nederland, er gebeurt hier helemaal niks. En ze praten raar en ze zijn wat dikker. En ik denk dat
Drenthe genoeg in huis heeft om dat beeld bij te stellen. Het is moeilijk, denk ik, om mensen te laten zien hoe mooi het is. Maar ik weet dat heel veel mensen die naar Drenthe komen heel erg verrast zijn over wat ze zien. Dus eigenlijk zou je juist al die bijzondere dingen die er zijn in moeten zetten om meer mensen te trekken. Sinds Annelies bij Noorderbreedte werkt, is ook zij steeds meer de schoonheid van Drenthe gaan zien. Ik kom heel vaak in Drenthe, maar ik kwam er niet vaak, moet ik zeggen. En nu in mijn werk kom ik er veel vaker en zie ik ook eigenlijk hoeveel Drenthe te bieden heeft in historisch opzicht, in qua natuurwaarde. En ik denk echt dat er veel meer mensen bekend moeten worden met het geheim van Drenthe. Een Drent voelt zich vaak minder waardig. He, ze geven op een westerling af, want je bent dus dat westerling, maar daarmee gaan ze in een positie alsof zij de mindere zijn. Wat helemaal niet zo is. Nee. Ik vind een Drent is voor mij niet minder dan een westerling. Dus zij zou je dat verschil niet horen maken. Ze hebben ook zoveel dat. Maar je zegt van. Dat is, ja, misschien niet dat hij zegt van. Ze hebben zoveel, maar ze komen er niet mee naar voren toe. Ja. Dick en Hanneke Kamper komen zelf uit het Westen en zijn 5 jaar geleden samen met hun kinderen naar Drenthe verhuisd. Hier zijn zij een groepsaccommodatie en een minicamping begonnen. Nou, het idee komt bij Hanneke vandaan. En mijn werkzaamheden waren eerst in een akkerbouwbedrijf 30 jaar vroeger geweest samen met mijn broer. En wij konden splitsen en er ontstond de mogelijkheid om iets anders te beginnen. En toen ben ik gaan kijken op internet en toen troffen we dit object aan en ik ben altijd al erg Drenthe gek geweest, omdat ik er als kind altijd al op vakantie kwam. En ik had er helemaal totaal niets mee. Ik wist dat Drenthe lag op de kaart. Dat is het enige wat ik wist. Ik wist dat Assen de hoofdstad was. Maar het meest belangrijke is, je krijgt in je leven een uitdaging, een kans. En totaal nieuw. En die hebben we eigenlijk genomen. Na 5 jaar zijn we erachter gekomen dat een Drent mag trots zijn op wat hij heeft. Hij mag meer vertellen, reclame maken op wat ze allemaal te doen hebben. En ze zijn er heel behouden in. Wij zeggen als ik kort in de bocht heen, trek je mond eens open, vertel eens wat je hebt. Nou, dat zien ze wel. En de hectiek, nou, wij merken onze eigen kinderen, die hebben in Meppel ook een draai gevonden. Daar is het toch wat gezelliger, leuker. Als je in Amsterdam bent, is het toch, laat ik het ook netjes beschrijven, je kan in Amsterdam zo beter in Engels terecht dan in het Nederlands. Wel merkten Dick en Hanneke dat de westerling niet alleen een stereotype beeld heeft van de Drent, maar de Drent ook van de westerling. Kijk, we kwamen hier wonen en dan zeg je, je moet niet die bij de hand de westerling spelen, hè, want dat je het allemaal wel even beter weet. Dus daar hebben we ons wel voor, dat heb je in je achterhoofd. En wie zijn wij om te gaan bepalen? Hè? Je moet integreren. Je komt hier als westerling in Drenthe. Dus ik denk dat in dat opzicht dat we in die 5 jaar ons wel gedijst hebben gehouden. Hè? Maar in heel veel gevallen is ons, en dat is me vorige week op mijn werk heel duidelijk geworden, dat je toch heel vaak dat image hebt van, oh, die westerling. En ja, wij kunnen heel veel makkelijker praten. Dat is gewoon zo. Wij spreken ons makkelijker uit. Gisteravond hadden de buurman visite in Nieuwjaarsen. En ja. Zei de buurman, zei ook, hij zegt, hoe zei hij dat? Hij zegt, en dat vond ik heel leuk gezegd, hij staat daar ook voor open. Toen zei ik ook dat we als westerlingen vaak echt dat stempel op, dan heb je weer zo'n westerling, hè. Hoe vaak ik dat niet hoor in een vergadering of wat ook. En dan toen zei hij, dat vond ik heel leuk gezegd, hij zegt, jullie zijn eigenlijk eerlijk. Of jullie zijn veel eerlijker. Mijn ouders zijn niet zoals Dick en Hanneke vanuit het Westen hier naartoe verhuisd. Ook zij zijn beide opgegroeid in Drenthe. Wel hadden mijn ouders er alle reden toe om naar het Westen te verhuizen, aangezien mijn vader op Schiphol werkt. Maar zij wilden ons op laten groeien in Drenthe. Wij hebben een tijd, althans hadden we een appartement in Nellestein. En dat was op zich heerlijk, want het is natuurlijk een hele culturele hoofdstad Amsterdam. En je zat vlakbij je werk. Maar we hadden wel altijd het idee als we dan weer naar huis of we naar het noorden gingen, dat we op vakantie gingen. Want het is daar gewoon altijd druk. En als je jong bent en je gaat veel uit en naar concerten, dan zit je daar gewoon goed. Dan zit je wel hier een beetje ver weg. Maar helemaal als je kinderen krijgt, dan is het toch wel heel plezierig om hier te wonen. Ik ben opgegroeid in Assen.
12 jaar in het buitenland gewoond en toen ik weer terugkwam in Nederland had ik me voorgenomen om in een van de drie noordelijke provincies een woonboerderij te zoeken. En daar zijn we goed in geslaagd. En ik vind het hier heerlijk rustig en ik moet er niet aan denken om in het westen van het land te wonen. Ondanks dat mijn ouders wisten wat ze wilden, was het nog een hele zoektocht naar de geschikte boerderij. Daar hebben we gewoon rondgekeken. We zijn rond geweest. Ik denk dat we wel 100 boerderijen hebben bekeken. We hebben tijdelijk in Assen gewoond ook. Tijdelijk in Assen wonen. Vanuit die positie hebben we rond zitten kijken. En heel veel boerderijen vielen ook al af vanwege een belachelijk hoge prijs. Of heel erg in de bush. Ik was natuurlijk heel veel alleen. Papa die was vaak weg en ook langer weg. En ik ben niet bang aangelegd, maar ik wilde niet in de bush wonen. En helemaal niet als je kinderen krijgt om dan continu jullie over naartoe te moeten brengen. Nu mijn broer en ik ouder zijn, komen we graag in het westen. En dat is dan altijd toch een stukje rijden. Wat wij nu ook merken met jullie, hè, met de concerten altijd, die toch voornamelijk in het westen zijn, of een toneelstuk. Of... Dat is af en toe even slikken, zo van ja... Maar is het voor papa alsof hij naar Groningen rijdt als we daar naartoe gaan? Die afstand is voor ons ja, niet echt noemenswaardig, want jij rijdt dat soms dagelijks. Dus, en wij zouden niet meer daarvoor daar willen wonen. En bovendien, je bent hier binnen een half uur mee in Groningen, waar ook heel veel cultuur is. In Assen heb je nu een grote schouwburg, een goed museum. Dus het komt wat dat betreft ook hier wel en dat is genoeg. En als we een keer zin hebben, nou, dat weet jij ook, dan gaan we gewoon naar het westen. Soms twee keer in de week als we daar de behoefte toe voelen. Maar jij vindt het zelf ook altijd leuk om weer thuis te zijn. Gewoon de rust, de eenvoud, het niet gecompliceerde. Of je hier nou buiten in je pyjama de ramen staat te lappen, dat maakt niemand die je ziet. Ik denk dat het woordje rust wel heel centraal staat. Rust staat centraal voor het leven hier. Je ligt hier op je rug naar de sterren te kijken, terwijl je in een grote stad niet kan, dus veel te veel strooi ligt. Je hoort niks, je hoort eens een keer een koe loeien, je hoort eens een keer de uilen overkomen. Dat ademt zoveel rust uit, dat je zelf ook veel rustiger wordt. Misschien is Drenthe niet de meest spannende provincie van Nederland. Maar misschien hoeft dat ook niet. Juist die rust, ruimte en natuur maakt dat Drenthe een unieke provincie is, waar heus niet alleen maar boeren wonen. Het is mijn provincie. Hier liggen mijn roots en hier kom ik weg. Wilde van Hall, dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Oerdrag en vuur. Hoe het lekker en klinkt, elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis en blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg.